Yo, kijk eens, laatst had ik het over waarom ik aan mezelf een hekel heb. Dat heeft natuurlijk te maken met dat gedoe rondom Bram van der Vlucht en dat ik naar de rechter wil stappen. Op dit moment heeft dat alles schijnste van. Nu is toch wel de grote vraag, heb ik bij de volgende vakantie ook nog deze tablet? Dat weet ik niet, maar het zal wel om twee voorwaarden moeten zijn. Want toen zei ik, waarom... Nu over video, waarom ik mezelf haat. Ik haat mezelf verschrikkelijk, zei ik toen. Ja, dat is ook zo, want ik durf... What the fuck, die Jan Bluis. Echt waar, het heeft niks met ESPN te maken, hoor. Want van mij mag het veranderen, hoor. Maar als het maar wordt stilgelegd, dan ben ik er tenminste blij mee. Maar het gebeurt niet door die schandalige beslissing in februari. Het slaat helemaal nergens op. Ik ben er nog steeds boos en pissig over hoe dat op zo'n manier moet. Ja, fucking corona, man. Ga je niet op een andere reden een hele Eredivisie zondag aflasten? Het slaat helemaal nergens op. En daar ben ik flink pissig over. Ik hoop dat komend seizoen wordt stilgelegd. Ik schijn de kans 80% in dat komend seizoen wordt stilgelegd. Let maar op. Want ik wil niet dat seizoen 19-20 het enige seizoen wordt die wordt stilgelegd. Er moeten meerdere seizoenen worden stilgelegd. Meerdere seizoenen moeten worden stilgelegd. Dat vind ik echt. Vijf redenen waarom meerdere seizoenen moeten worden stilgelegd. 1. We hebben nog steeds met die twee degradanten te maken. Dus dat verandert niet. We hebben nog steeds Sierte Vos in de FIFA's. Dat is het even ten aanzien, maar nu heb je Sierte Vos. Ten derde. Het speelschema is exact niet meer hetzelfde. 4. We hebben nog steeds corona. En Rutte maakt steeds persconferenties bekend. Dus de meerdere seizoenen moeten gewoon worden stilgelegd. 5 redenen waarom komend seizoen wordt stilgelegd. Dat had ik al gemaakt. Omdat 2 seizoenen geleden is ook iets stilgelegd. En niet meer is hervat. Nummer 2 is omdat corona een onderdeel is geworden van het voetbal. 3. Wraak op die beslissing in februari. 4. Het programma is veel te nieuw. En 5. De reden, het 8 uur. Dus daarom, die reden wil ik gewoon per se dat de competities worden beëindigd. Dat heeft er gewoon alle schijn van. Het heeft er alle schijn van. Ik acht die kans zo, of zo, of zo, of zo. Ik acht die kans zo. Dat ik hoop dat de competities worden stilgelegd. Dat is wat ik weet. Maar als je dan kijkt, hè, waarom is seizoen 19-20 dan wel stilgelegd? En het afgelopen seizoen niet. Dat had gewoon ook door afgelopen jaar een streep heen moeten gaan. Ik vind dit echt verschrikkelijk. Maar het is ook waarom ik mezelf haat. Ja, dat was... Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar voor de winterstop is het zeker stilgelegd. Let maar op, voor de winterstop is het zeker stilgelegd. Voor de winterstop is het zelf stilgelegd. Het kan anders niet anders dat Jan Bluis hem gewoon dat gedaan heeft. Maar hoe kan je dan hakken we de knoop door en gaan we die voetballen moeren? Dat kan je gewoon niet maken. Dat kan je gewoon als vent gewoon niet maken van de KNVB. Ik haat die vent verschrikkelijk en ik schiet er ooit 2 kogels door zijn kop heen. Dan kan hij lachen. Dan hoop ik dat hij zo vrolijk is dat hij niet meer leeft. Dat is wel mijn absolute doel van mij, maar daarom haat ik ook mezelf. Dat ik dan weer slecht bezig ben en ik een kritiek heb en ik hem heb bedreigd. En hem heb vermoord misschien. Dit is echt niet meer wat ik wil. Maar goed, dit is wel de ene laatste vakantievlog. Ik hoop snel dat het 2022 is, dan kan ik verder gaan lachen. Sorry voor de onderbreking. Ik wil hierbij afblazen. Maar wat de fuck is dat? Oké. Tot de volgende keer dan maar. Dit is wel... Wat ik hoop. En wat ik denk is dat ik dat zo hoop. Nou, kom eens hoe het stilgelegd. Dat hoop ik zo.